Van siergrassen naar orchideeën en van hobby tot professional. Rick Klaassen maakte van zijn hobby zijn werk en dat heeft alles te maken met deze plant die ik gisteren per post ontving. Hey Rick. Hoi. Ik was gisteren helemaal blij toen ik thuis deze doos bezorgd kreeg. En ik word er gewoon weer blij van als ik hem zie. Maar hoe kan het dat hij zo heel blijft onderweg? Door mijn inpakmethode. Door de inpakmethode? Ja. Wat is de inpakmethode dan? Een goed stokje op de juiste manier langs, zodat de bloemtak niet afbreekt. Ja. Kun je me laten zien? Nou, ik ben heel benieuwd. Nee. Deze heb ik. Moet ik deze gewoon... Voorzichtig. Rustig. Ja, ik ben... sorry. Daar gaan plantjes, rustig. Precies. Rustig weer terug. Het is een bestelling van een klant. En die stok die gaat erin voor een stukje stevigheid ofzo? Juist, exact. En wat nou als er onderweg toch nog wat misgaat? Dan heb ik de klantenservice ervoor. En dan komen we zelf op elke vraag en elke klacht van de klant op terug. En dan wordt het opgelost? Dan wordt het opgelost, ja. Hartstikke goed. Nou, deze is nog helemaal mooi. En dan mag ik hem er gewoon in laten zakken. Juist. Ja. Nou, helemaal goed. Nou, dat is wel wat betreft het inpakken. Mij helemaal helder. Stap terug. Dat is een stapje, ja, maar we doen het een beetje in verkeerde volgorde eigenlijk. Hè? We gaan de stap terug iedere keer. Hier potten wij een orchidee op. Als een orchidee in een foute potgrond staat, knip je rijk de bloemtak af. Juist. Ja. Je mag hem daar gewoon afknippen. Opletten dat je niet een blad knipt. De grond moet je na 2-3 jaar eigenlijk vervangen bij een orchidee. Ja, exact. Want anders zit er gewoon niks meer in. Ja. Nee, oké. Nou heeft die van jou een paar lelijke blaadjes. Dit blaadje en dat. Waarom heb ik er nou weer eentje met lelijke blaadjes? Kan ik ook niks aan doen. Hier zit die mooi in het midden, bij jou zit die schuin. Oh ja. Nou, dat willen we niet. Ja, maar dit is een schuine orchidee. Ja, dat is een hele speciale. Nee, hij groeit vanzelf schuin. Ja. Als je hem op de vensterbank zit, groeit het plantje altijd naar het licht. Ah, dus hij moet in het midden staan, zodat hij daarna altijd... Ja, maar de bedoeling is eigenlijk dat hij ook in het midden blijft staan. Dus wat je mag doen op de vensterbank, af en toe even draaien. Kan helemaal geen kwaad. En dat moet je ook allemaal maar weten. Nee. Ervaring opdoen. Ja, ervaring opdoen. Dat is goed kijken naar de plantjes. Maar ik ben blij dat dit is gelukt. Rick, we gaan even een stapje terug in het proces, want we houden dat gewoon vast, hè? Ja, oké. Maar we moeten toch echt die kant op? Nou, dan gaan we wel die kant op. Wat gebeurt er hier? Nou, we hangen de grootste orchidee aan de bovenkant. Die iets donkerder moeten, die gaan iets lager. En die nog iets natter moeten, nog iets donkerder moeten hangen, nog iets lager. En dan de donkers, die staan onderop. Dus eigenlijk, hier zijn het even hangplanten. En wat, welke bloemen geven nou die heerlijke geur? De Cattleya, deze. Dat is deze, hè? Ja, ja? Juist. En die is gemaakt eigenlijk door twee planten uit de natuur te nemen. Van vroeger uit, die gekruist. En die mensen die hier rondlopen, komen die op de geur af? Of zijn dat gewoon liefhebbers misschien? Nee. Die hebben gekeken op de webshop. Mm-hmm. En die wilden meer weten? Mensen boeken rondleiding. Ja, en die krijgen dan alle uitleg over de bloemen. Wat ze willen hebben. Okay. Ja, we houden hem erin. Weer even een stap terug. En ik ben toch benieuwd, want dit is voor jou begonnen als hobby. Ja. Yeah. En nu is het dit. Ja. Hoe is dat gegaan? Dat is gegaan eigenlijk door de communie. Met de communie heb ik een bak gekregen eigenlijk. Omdat we veel te veel hier in de buurt in de meer zaten. Ja. En daar zat er nog een orchideeënboek in. Of bij. In dat orchideeënboek, daar vond ik een speciale orchidee waar ik zeg van wow, die wil ik echt hebben. En uit de hand gelopen hobby dus. Ja. Nou heb ik de orchidee. Hoe kan ik die het beste verzorgen? Heb jij de gouden tip? Oh ja, ik pak de plant erbij. Dat is dezelfde, hè? Een soort van. Yeah. Ja, dat heb je cadeau gekregen. Dus het vaas vullen tot aan het mandje, uurtje laten staan en dan kiep je hem om. Hey, ik heb zo'n vaas nog niet thuis, dus die neem ik mooi gelijk mee. Okay. Top, goed geregeld, dankjewel. Alsjeblieft.